Yo guys, what's up? Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Ik weet, het is een beetje moeilijk in deze COVID-periode en everything. Maar ik hoop echt dat alles goed gaat met jullie. Met de ieder. Maar ja, yeah. Nieuwe aflevering. Nieuwe episode. En deze gaat over, zeg maar, de beste manier om een vogel een zang aan te leren. Is er wel een beste manier om een vogel een zang aan te leren? Ik denk dat het moeilijk is. Maar ik kan je wel tips geven van de manieren die er gebruikt worden om, zeg maar, een vogel een zang aan te leren. Dus als je geïnteresseerd bent, blijf kijken tot het eind. Want ik denk dat die belangrijke dingen meer aan het eind uitgelegd gaan worden. Dus ja. Yep. Dus, om te beginnen wil ik zeggen, vogels zijn vogels en geen varkens. Dus, je wil leren om je vogel een zang aan te leren. Maar, je kweekt je vogel alsof het een varken is. Hygiëne is niet schoon, is niet goed. Ik bedoel, kijk naar, zeg maar, let op hoe schoon je omgeving is. Als je een kooi hebt, als je een vogel hebt in een kooi en er zit poep op hun stokjes, er zit hun vuilbakje wordt nooit schoongemaakt, weggehaald, schoongemaakt, helemaal gewassen, helemaal gepoet. Verwacht je dat die gaat zingen of fluiten voor je? Of verwacht je dat hij gaat knorren voor je? Ik bedoel, let echt op dat soort dingen. Dat is een van de belangrijke dingen die mensen echt onderschatten. Als een vogel zich niet comfortabel voelt, als een vogel zich niet schoon voelt, als een vogel zich niet geweldig voelt, gaat hij niet voor je zingen. Laat me dat direct corrigeren. Ik moet niet zeggen zingen. Ik moet ook niet zeggen fluiten. Ik bedoel, vogels, er is geen sprake van zingen bij vogels. Toch? Dus een heleboel mensen gaan zeggen, je hebt het in die vorige afleveringen gewoon gebruikt als gezegd. Je hebt gewoon gebruikt zingen. Toch? Maar er is geen sprake van zingen. Omdat vogels geen strottenhoofd hebben. Wat ze doen is basically dat ze, hoe moet ik het uitleggen? Dat ze de lucht trillen. Ze hebben een syrinx. En dat is dus hun spraakorgaan, kan je zeggen. En ja, het woord zingen mag ik of zou ik eigenlijk theoretisch niet echt kunnen gebruiken. Mensen zingen. Maar het woord fluiten zou ik ook niet kunnen gebruiken, want ja, om te fluiten hebben we lippen nodig. Ik bedoel, het gebeurt niet zonder die lippen. Je mag het proberen als je wil. En vogels hebben geen lippen. Dus fluiten kan het ook niet zijn. Dus guys, noem het hoe je wil. Toch? Maar ik zeg nog steeds gewoon zingen. Ja, het zijn zangvogels, dus zingen voor mij, fluiten. In ieder geval. Even kijken. Waar was ik ook alweer? Ik was bij, ja, don't
treat your birds like they're pigs, man. De omgeving is belangrijk. Een omgeving moet schoon zijn, een kooi moet schoon zijn. En hang ze niet boven een vuilnisstorm bij wijze van. Toch, snap wat ik bedoel als ik zeg let op hun hygiëne. Dus na hun hygiëne, na hun omgeving. Is belangrijk dat je weet waarom vogels zingen. Toch? Als ik je zeg, let op je hygiëne, ga ik je dat niet zomaar zeggen. Vogels zingen letterlijk om twee redenen. Voornamelijk, hoor, want er zijn ook andere manieren of redenen. Maar de twee voornamelijke... De twee belangrijkste redenen waarom vogels zingen is 1. Om vrouwtjes uit te lokken, om vrouwtjes te chanten, om een pop te kunnen te lokken, toch? Om te chanten. En 2 is om hun territory te verdedigen, om hun omgeving, hun space te claimen, om hun space, hun ruimte te eigendommen, om bekend te maken van hey, ik ben hier, weet je, dit is mijn omgeving, kom niet, ik ga niet uitschelden of ik ga niet zeggen, maar ik bedoel, je weet wat ik bedoel. Ik kan niet bemoeien in mijn omgeving. Het is van mij. Het is mijn buurt. Het is mijn hood. Weet je? Dus als ik zeg dat vogels om deze twee redenen zingen, fluiten, dan is het eigenlijk al blijkbaar dat vogels een ego-ding hebben. Dat wanneer ze zingen, dat het om ego gaat. Als mensen bijvoorbeeld geweldig doen, mijn vrouw, kijk naar mijn huis, is een ego-ding. Dus ik wil zeggen, in mijn ogen is het zo dat vogels een ego ding hebben. En dat ze zingen omdat hun ego hoog is. Als hun ego laag is, bijvoorbeeld in de rui, wanneer die vogels in Suriname zeggen we, te afuru ik kinky in de rui is, zijn verenkleed verwisseld, dan is hun ego laag. Dan gaan ze vaak genoeg niet zingen. Dan gaan ze kalm, stil blijven. En ja, dus in mijn ogen ligt het aan hun ego. Is het een ego ding waarom ze zingen. Dus hou daarmee rekening als je begint met vogels. Territory claimen, hun omgeving. Ja, ik denk dat een van de belangrijke dingen die je ook niet mag vergeten is. Weet hoe en waar je vogel ophangt of trot of zet. Sommige vogels houden van lawaai. Sommige vogels houden van lawaai en dan beginnen ze hun ego bekend te maken. Als jij stoort, ga ik luid moeten praten. Zodat mijn buren me horen. Zodat de rest me hoort. Als jij stoort. Toch? Dus als die tv stoort, dan gaan zij hun ego, hun territory meer en luider moeten willen claimen. Toch? Dus tv, naast een tv of dicht bij machines. Of als je op straat trapt, dan niet te dichtbij van auto's of bromfietsen, maar dat geluid is een trigger voor sommige vogels. Ik zou ook willen zeggen, als je let op waar je vogel gaat hangen of trotten, dat je zeg maar, je moet weten, als je je vogels kweekt
voor competities, voor een wedstrijd, voor de zangsport. Of als je je vogels kweekt voor, zeg maar, als hobby, zoals hoe ik doe, is voor mij echt gewoon letterlijk een hobby. Je moet weten als je je vogels kweekt om te verkopen, want dat zijn dan drie aparte manieren om een vogel, om een beslissing of een keuze te maken van hoe je je vogel gaat leren, om te, hoe je vogel een zang gaat aanleren. Kijk, mijn manier van vogels kweken, zoals hobby, is zeg maar om gewoon mijn vogels een mooie slag te leren. Maar ze mogen vrij zijn om te fluiten wanneer ze willen fluiten. Ik ga ze niet drukken, ik ga ze niet pressure, ik ga ze niet prikken. Ik moet niet zeggen, ik ga ze niet drukken. Want ik wil wel dat mijn vogels een mooie slag hebben. Toch, dus ik ga ze wel moeten drukken. Dat is een vogelterm. De vogel drukken. Maar ik ga ze niet leren om, zoals voor wedstrijdvogels bijvoorbeeld. Ik ga ze niet leren om alleen op een trot te zingen. Ik ga ze niet leren om alleen te zingen wanneer een andere vogel dichtbij geplaatst wordt. Ik ga ze niet leren zingen door ze te prikken. Of ja, niet alleen leren zingen door ze te prikken. Dat is basically als je een pop of oma voor u neemt en dat mannetje, zeg maar, kennis laat maken. Toch, je brengt een mannetje en een oma voor u dichtbij. Dan gaat dat mannetje zich willen aanstellen, zijn ego laten wijzen. En dan gaat hij beginnen te zingen, toch? Dus je wil als hobbyist, als niet competitiekweker, wil je dan op dat soort dingen letten. Ik heb eigenlijk dus daar ook al uitgelegd waarop je kan letten als je voor de sport, voor de competities je vogel kweekt, wat die bepaalde dingen zijn waarop je kan gaan letten. Op de trot zetten, op de trot trainen. Je wil ze dan op afstand houden of niet te dicht. Niet zoals hoe mijn vogels. Als ik zo schuif, ga je nog meer vogels zien. Als ik zo schuif, ga je vogels zien. Daar is er een vogel. Als je kweekt voor competities of als voor de vogelsport, wil je je vogels niet zo hangen. Omdat je, wat je doet is, je traint je vogels basically om gewoon gewend te raken aan dichtbij zijn van andere vogels. Dus dan wil je, zeg maar, scheidingen maken waar die vogels elkaar niet zien. Je wilt ze of gewoon blokken. Allemaal blokken. Blokken is in de vogelwereld is een term dat je bij wijze van spreken je vogel dicht maakt, je vogelkooi dicht maakt met een bepaalde kleed. Dat noemen ze blokken. Je wil ze misschien op afstand houden. Je wil deze. Ik woon in een flat, dus ik slaap dus hierboven. En dan beneden is mijn woonruimte. Dus dan zou ik bij wijze van, als ik voor de sport mijn vogel zou kweken, één vogel boven of drie vogels. Want ja, ik heb te veel om te zeggen één vogel boven en één beneden. Maar op die manier zou je basically je vogel kunnen trainen voor de competities. Je wil ze apart en ver houden van elkaar, maar niet te ver dat ze elkaar niet horen. Toch? Dat zijn een paar van de dingen waarop je kan letten als je de zangvogelsport gaat beoefenen met je vogels. En ja, als je kweekt om te verkopen, dan
hangt het ervan af van wat je wil verkopen. Waarvoor wil je bekend staan? Wil je bekend staan als die guy die sportvogels verkoopt? Zang sportvogels verkoopt? Of als die guy die gewoon hobbyvogels verkoopt? Ik verkoop bij wijze van vogels die zingen. Het maakt dan niet uit als ze een slag zingen of als ze boeslag zingen of als ze, weet je? Je verkoopt gewoon vogels die zingen. Je weet gewoon dat mensen, er zijn een heleboel mensen die het gewoon leuk vinden om een vogel te hebben die zingt. En dan maakt het niet uit als het een gecultiveerde slag is of als het een boeslag is. Maar er zijn mensen die het ook gewoon zo leuk vinden, al is het een boeslag. Toch, dus dan wil je gaan letten op wat voor verkoper wil je zijn. Dat zijn bepaalde belangrijke dingen waarop je kan letten. En dan denk ik dat ik nu te veel heb gesproken om, zeg maar, je te laten wachten op de manieren hoe je je vogels leert zingen. En er zijn voornamelijk twee. Laat me zeggen, de meest gebruikte manieren. De meest... De meest gebruikte manieren. De meest efficiënte manieren om je vogel te leren. Een zang aan te leren is basically 1. Door een goede vogel te hebben. Een maker te hebben. Een vogel die al die slag zingt. Die jij wil leren aan jouw vogels. Dus eigenlijk, als ik het beter moet zeggen, is dat je een teacher moet hebben, een coach, een trainer moet hebben, een maker moet hebben. Tegelijkertijd kan het ook gewoon zijn een goede koor hebben, dat je 3-4 goede vogels hebt. En als ik zeg goede vogels, dan heb ik het over kwaliteit vogels die al die slag zingen die jij eist, die jij wil horen van de rest van je vogels. Dat is dus dan, zeg maar, de dure optie. Want een goede vogel, een goede zangvogel, een maker, een coach, een trainer ga je niet goedkoop vinden. Je gaat moeten investeren erin. En vooral als ik praat over een picolet of een twatwa die een goede maker of coach of trainer is. Daar praat ik over sowieso boven de 2000-3000 SRD. Twatwa sowieso obviously boven die bedragen. Maar de andere optie is dus dan via audio. Een audiofile, je wil zeg maar een box kopen. Je koppelt het met een audioslag. Ik heb ook op YouTube, op mijn kanaal heb ik mixjes gemaakt. En op advies van andere vogelkwekers heb ik dus die mix gemaakt op een bepaalde decibel. Dus al is het max volume, is het niet te hoog, niet te luid voor die vogel. Het is gemaakt met pauzes. Reden waarom is omdat je, zeg maar, als je Chinees praat, of je leert Chinees praten. Je verstand geen ruimte of tijd om te leren, om te processen, om
te kunnen verstaan wat jij zelf praat. Of jij zelf. Of wat, ja, wat ik moet begrijpen. Uit die hele Dus, sorry. Die pauzes zijn er voor die vogels om te horen, te leren, te oefenen. Het is wiet, 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 rotisch, voorbeeld rotisch. Wiet, 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 pauze, dan krijgt die vogel nu de kans om zeg maar te proberen, toch? Dan hoort hij weer wiet, 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 en dan corrigeert hij zijn slag. Corrigeert hij zijn slag. Elke keer corrigeert hij zijn slag. Elke keer corrigeert hij zijn slag. In die audio's die ik heb gemixt, is het ook zo dat ik op de achtergrond zeg maar een tweede vogel zet. En een derde vogel zet. Die tweede vogel hoor je dus zeg maar ietsje zachter. Het is gewoon achtergrond van hetzelfde. En die derde vogel is een andere, als we praten over een pie, is die slag van de picolet. Dan hoor je de hoofdvogel, de achtergrondvogel, en dan hoor je de derde vogel die basically ook die pie slag zingt, maar op een andere manier. Toch dus, als hij zo praat, hey, hoe gaat het? En hij zingt, hey, hoe gaat het? En die andere zingt, hey, hoe gaat het? Het hangt van jouw vogel af van wat hij wil opnemen en wat hij gaat opnemen en wat hij gaat en wat hij kan, toch? Het verschilt allemaal van vogel tot vogel, van hoe ga ik opnemen? Sommige vogels leren het gemakkelijker via die audio, sommige vogels leren het gemakkelijker via die maker, die coach, die trainer. En wat er nog meer is in die audio's is basically dat kijk, vogels, er zijn twee dingen die je een vogel, of ja, die de vogel doet. Dat is de zang en dat is de roep. Ze roepen. Dus tjik, tjik, tjik. Dat hoort dus dan niet tot de zang, want dat is zeg maar één klank. Diezelfde roep is ook in die audio's. Het is basically gezet om die vogel aan te wakkeren van hey, er is een andere vogel in de buurt. En er is nog een andere vogel in de buurt die wel zingt. En ik wil nu toffer zijn dan die andere vogel die zingt, want die ene roept. Toch? In de meeste gevallen zijn het vrouwtjes die roepen. Dus als een mannetje dat hoort, dan gaat hij proberen in te springen. Gaat hij proberen zijn ego te laten wijzen van, hey, ik ben er. Hey, ik kan mooi zingen. Hey, luister niet naar hem, luister naar mij. Da? Dus ik heb voor alle vogels, voor die roti, voor die gele bek, voor die picolet, voor die twatwa, voor deze zangvogels heb ik allemaal een mix op mijn kanaal. Als je wil, ik zet ze in de description of in een zo'n boxje hierboven ergens. Je klikt erop en dan zie je allemaal. Maar dat zijn dus de twee meest gebruikte manieren om je vogel een zang aan te leren. Een maker of een trainer of coach. Dure optie. Audio. Audiofile. Probeer die mix. Goedkopere optie. Het is belangrijk dat die mix, als je audio draait voor een vogel, dat het niet continu wordt afgedraaid. Mijn audio, ik denk dat je dat hoort op de achtergrond. Mijn audio wordt wel continu afgedraaid, omdat er pauzes erin zijn, dat legde ik net al uit. Maar als je continu zonder pauzes, continu draait,
krijgt die vogel geen kans om op te nemen en te leren en te proberen. Toch? Dus als je kiest voor een audiofile die niet op mijn kanaal is, maar je kiest voor een andere audiofile, dan hoor je continu, krijgt die vogel geen rust om te processen. Toch? Dus als je zo'n file kiest, omdat je zo'n slag leuker vindt of wat dan ook, draai het niet de hele dag. Draai het in de ochtend, draai het in de avond. Maar niet de hele dag. Forceer die vogel niet. Als je audio kiest die niet op mijn kanaal is, zet het niet te luid. Je wil die vogel niet gek maken. Het is alsof jij en ik nu gaan praten en ik zit te schreeuwen in je gezicht continu. Je gaat niet willen luisteren naar me. Dus zet het niet te luid. Wat nog meer? Basically, ik denk dat ik... deze video is echt lang. Maar ik denk dat ik wel de belangrijke dingen heb gezegd die ik moest zeggen. Er zijn natuurlijk wel andere dingen. Zoals... als mijn vogel die boesieslag heeft, hoe leer ik hem het af? Met een maker of met een audio? Of moet hij dicht zijn? Of wat dan ook. Dat is denk ik voor een andere video. Er zijn ook dingen als... hoe leer ik een broedvogel? Een vogel die je niet vangt. Een broedvogel. Hoe leer ik een broedvogel gemakkelijker zingen? Er zijn ook dingen als... wat nog meer? Ik denk dat ik misschien ook in het vervolg video's maak van specifiek een sportvogel, specifiek een hobbyvogel. Toch? Dus ja, blijf gewoon op de hoogte, man. Subscribe. Dan weet je gewoon dat... dat je altijd op de hoogte bent van nieuwe video's. Maar ja, ik denk dat hem was, man. Ja. Dus guys, be safe met Biggie. Be safe. Als je houdt van dit soort content, like, subscribe, share, comment, stel je vragen. Yeah. That's it. See you later. See you later.